Banjo Town in England. Zo, goedemorgen. We gaan vandaag naar Engeland toe. Samen met Bardo en ik ga, het is nu vroeg in de ochtend, we gaan nu naar Schiphol toe met de trein. Dus ik zou zeggen, laten we snel de auto stappen en dan gaan we rijden naar Schiphol. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar dit is de beste Nana Meyer van What's New. Security check, is nieuw. Zo gewoon in de gate. Dan kan je gewoon eventjes er langs en dan ben je precies gewoon in de gate. Bardo is er nog steeds niet. Ik heb net even gekeken, maar hij zit hier nergens. Hij zit hier. Zoals je kan zien, ik sta even hier te werken. Maar hij heeft nog ongeveer een uur voordat we gaan, vliegen. Dus ik hoop echt dat hij komt. Ik ga hem zo even bellen, maar hij neemt zijn telefoon niet op. Dus we gaan het zien en anders, anders ga ik alleen. Maar daar heb ik niet zoveel zin in. Een hele goede morgen, jongens. Welkom hier in mijn hok, mijn huis, mijn kamer, mijn alles. Het is nu heel vroeg in de morgen en ik heb me een beetje verslapen. Ik heb me zelfs een beetje heel erg verslapen. Want als ik het goed heb, zit Yuri nu op het Schiphol te wachten op mij. En is het de bedoeling dat ik nu vanuit mijn douche binnen een half uur bij Yuri ben? Dat gaat me nooit lukken. Ik heb een fucking groot probleem. Tot nu heb ik hem nog. Ik moet zo even Yuri terugbellen. Die lul heeft me nu echt 20 keer gebeld. Dat ik het niet ga redden. Met mijn stomme, brakke hassen ga ik dus niet mee naar Engeland. Ik vind dat best wel, kut. Kut voor Yuri, fijn voor mezelf. Want ik moet heel veel werken. In ieder geval, jongens, die doucheruimte die ga ik dan zomaar gebruiken. Om mezelf echt even op te frissen, te lappen. En ik ga nu eerst Yuri bellen. Met het geweldige nieuws dat ik hier thuis ben en mezelf heb verslapen. De gate hier achter mij, die gaat zo open. En zoals jullie zien, geen Bardo. Ik heb hem net even gebeld en ja, hij gaat het niet redden, zegt hij tegen mij. En dat is best wel kut, want ik denk dat ik dus alleen ga. Ja, ik heb weinig keuze, denk ik. Dus jullie zijn helaas met mij opgescheept vandaag. Dus dit weekend ga ik met jullie hier gewoon naar Manchester. Naar Evolution Games gaan we bij Drive Club kijken. Ik heb eigenlijk helemaal niet verteld, dan weet je het nu. Het wordt leuk, ik beloof het jullie, maar ik ben nog eventjes een beetje zo van kut. Spider hier. Het is te veel gezellig als je met z'n tweeën bent. Maar goed, maakt niet uit. We gaan het leuk hebben en ik ga zo meteen het vliegtuig in. Nou, we zitten hoor. Hier met Bardo dus eigenlijk te zitten. Maar die is er dus niet. Ja, ik ben er nu wel. Ik kan het nu wel handelen, denk ik. Ik ga altijd naar Engeland toe en het wordt fucking vet. En Bardo, ik weet niet wat je aan het doen bent. Ik weet niet of je verslaafd. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Maar je gaat fucking veel missen, man. Het wordt freaking episch. Dit was de allereerste vlog van Banjo Town in England. En er zijn 3 delen, dames en heren, die nog komen. Dus wil jij meer weten van Yuri's reis in Engeland? Zorg dat je even geabonneerd bent op Banjo Town. En natuurlijk zal Bardo ook elke keer even vanuit thuis vloggen wat hij allemaal wel niet doet. Laat even een dikke like achter op deze video. Vergeet dus niet te abonneren. En dan zou ik zeggen, tot de volgende aflevering van Banjo Town in England.